Ja, Stijn de Volder is toch aan een enorme beur bezig. Hè. Ja, en volgens de koersradio zou het verschil ook al maar 3,20 meer zijn in plaats van 3,41. Dus hij is er dan toch een beetje van aan het afdoen. Terwijl Sénéchal hier, daarnet lek gereden, hier op kop weer van de koplopers. Hij voelt, hij heeft ervaring natuurlijk, hij voelt dat er moet doorgereden worden met Pardini. En al bij al werken ze nog heel goed samen, de 11 koplopers. Met nog 45 kilometer te gaan, 3 minuten 20, is toch een mooie voorsprong. Ja, en de Volder zelfs even op de trappers staan. Ja, het komt toch alleen maar van Stijn de Volder momenteel. Ja, natuurlijk wel pech dat Van Aert daar, want hij wilde net iets proberen. Hij wilde misschien iets gelijkaardigs proberen of er misschien van wegrijden met een paar mannetjes. Dat is niet gelukt. Even kijken of we hem intussen al zien opschuiven. Want hij zal daar natuurlijk wel wat plaatsen verloren hebben. En de Volder kiest voor een beetje onverhard en dan een beetje kassei, maar het is maar heel even. De Haas kijkt even om. Naar twee ploegmaats. En daar zit Wout van Aert. Wout van Aert bij Tim Merlier. Tim Merlier zal hem eens even naar voren brengen. Daar heeft hij een goede ploegmaat, een goede maat ook aan Tim Merlier. Brengt Van Aert nu naar voren, naar waar hij zat toen hij daarnet de kant inreed. En meteen ook even doortrekken. Ja, ze beseffen natuurlijk dat ze geen seconde mogen twijfelen of ze gaan de 11 koplopers nooit meer terugzien. Ja, en de Haas rekent op McNally. Die neemt niet over van Van Aert. Die weet natuurlijk ook wel, als je met Van Aert wegrijdt, dan is hij vrij kansloos op dit parcours. Zij ook vooraf, mijn grote doel vandaag is om mijn voorsprong, ja, een beetje te verdedigen. Mijn koppositie in de stand te verdedigen, want ik weet dat dit mijn parcours niet is. Maar nu verdedigen en uitbouwen in de volgende wedstrijden die mij veel meer op het lijf geschreven zijn. Ja, en je krijgt nu zo wat van die schijnaanvalletjes. Dat is Mathieu, ja, van der Poel, denk ik. Inderdaad, die gekende stijl, Mathieu van der Poel, daarnet nog achteraan het peloton. Hij beseft ook, we gaan moeten koersen als we nog voor de zege willen rijden. Mathieu is ook altijd iemand die niet echt rekent, hij had gewoon voluit. Ik vind dat wel een mooie stijl van koersen. Hij nu langs links, Van Aert langs rechts, of voor hen rechts en links omgekeerd dan. Even kijken met wat renners ertussen, wat gaan we doen? Even die aanval van daarnet van Tim Kerkhoff. Vorig jaar nog bij Roompot, maar nu bij Destiel Jopiels. Al wil hij wel opnieuw prof worden, heel graag zelfs. Werd hier vorig jaar 15e nog. En hier weer bij de koplopers. Met wel wat volk langs de kant. Dit is een mooie plaats om te kijken natuurlijk. Hier loopt het op. En zeker dat laatste stukje van deze klim. Die laatste 200 meter die lopen redelijk steil uit. Ja, het is echt de ene hindernis na de andere.
zijn het geen kasseien. Het is een onverharde strook. Het is niet onverhard. Het is bergop op de tarmac. Dat maakt het vooral voor het peloton moeilijker en moeilijker om, om goed samen te werken. Als het grote wegen zijn en het is vlak, is het stukken makkelijker om de achtervolging goed op poten te zetten, buiten draaien en keren. Ik weet niet als de Wout van Aert nog enorm veel ploegmakkers bij zich heeft. Nee, dat zal wellicht tot Merlier en De Volder beperkt blijven. De Volder nu, zie die fiets, die modder overal. Je kan zijn plaatje al bijna niet meer lezen. Ja, die fiets snakt achter, of die ketting snakt achter een beetje olie, denk ik. Je hoort het gepiep tot hier. Ja. Terwijl De Volder bij de ploegauto gaat, zitten zijn ploegmaats hier op kop. 3 minuten en 9. Er weer wat afgedaan. Vooral door dat werk van De Volder. En door die kleine prikjes van Aert en Van der Poel. Hier even, ja, door die bocht. De jongen van N-Post. Een beetje kort door de bocht. Massimo van der Aarde, de zoon van Erik. Gelukkig niemand gevallen. Zowel hij niet als de man van Beobank Corendon die hij daar even aantikte. En nu de jongens van Cibel Cebon op kop. Zij hebben niemand vooraan en zij hebben Juri Stallaert goed bezig. Ook negende in het algemene klassement. En die denkt misschien, ja kijk, misschien zit er hier nog wat in voor mij. In deze wedstrijd. Er komen ook nog twee tussensprints aan. 3, 2 en 1 punten te verdienen. Je ziet toch op de gezichten van de renners dat het al een enorm lastige wedstrijd is. Ja, en Wout van Aert die nog eens gaat proberen. Die nog eens wat gaat versnellen op de Houwaard. Zij zitten nu op dat stuk waar ik daarnet van zei. Die loopt steil uit waar de koplopers zaten. En Wout van Aert kent dat hier, want dit doet hij wel op training, de Houwaard uiteraard. Geen onverhard stuk, dus hij kent die als zijn broekzak. Dit is een hele mooie actie van Wout van Aert, maar waar ga je met twee renners naartoe om 3 minuten dicht te rijden? Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Nee, hij zal wellicht hopen dat er een mannetje of 2, 3, 4 meegaan. Maar ja, als je dan weer mannetjes bij hebt die rekenen op een McNally bijvoorbeeld, zoals daarnet de Haas, dan is dat ook maar ballast. Ja, die gaan normaal gezien niet meerijden dan. Even, nee, ik kan niet overnemen. Hij doet teken met de elleboog, dus dat is ook niet echt ideaal. En Wout is samen op pad met Juri Stallaert. Ik denk dat Juri misschien wel wilt overnemen, maar momenteel misschien gewoon niet beter kan. Misschien beter even in het wiel blijven om dan straks toch te kunnen overnemen. Ja, en Wout van Aert doet er ook niet moeilijk over. 1 keer met het elleboogje teken gedaan, het ging niet. Beter hem inderdaad dan nu even meenemen en daar dan meteen nog een beetje van kunnen profiteren. Laat ze eerst maar even wegrijden. Ja, het heeft geen zin als Wout nu bijvoorbeeld boos gaat doen en ook de benen stil houden. Ik denk dat hij wel beseft dat als Juri mee is, dat hij wel goed genoeg is om straks te kunnen overnemen. Ja, en ook iemand die koerst, Juri Stallaert. Dus daar heb je wel een goeie aan. Alweer ook in zijn wedstrijden aan een goed seizoen bezig. Heistse Pijl derde, Nokere derde. Nokere sprak ik hem na de aankomst, was toen enorm ontgoocheld. Zei dat er eigenlijk nog veel meer in zat. En hier een strook van 1500 meter door het bos. De Kaaskorf, mooie naam. En we steken opnieuw door naar Aarschot. Waar we gestart zijn om 2:30. En nu rijden we opnieuw naar Aarschot om vandaar dan naar Diest te rijden.
En dat is onverhard. Op het einde wordt het wel hier nog wat kiezeltjes zo meteen. Op het einde wordt het wel asfalt, maar daar loopt het dan weer wat op. Dus niet de leukste strook. Ja, Wout heeft nu toch het volle pond. Ik denk dat hij ook wel beseft, als je nog kans wil maken op de overwinning, dat hij toch voluit moet gaan. Met nog 3 minuten achterstand op de koplopers. Ja, en als Van der Poel wat wilde proberen, zoals hij liet uitschijnen, hij ziet Wout van Aert ook naar voren komen, had hij misschien toch op dat moment mee moeten reageren. Eigenlijk is er op dat moment, terwijl er nu wel wat reactie komt, op dat moment zijn er maar weinig renners die je in het oog moet houden. Dat lijkt me eerder het geblokte torso van Gianni Vermeers dan van Mathieu van der Poel daar in tweede positie. En hier Van Aert en Stallaert. Hier begint het wat op te lopen, u ziet het. Oh, ik denk dat het gewoon Wout zijn bedoeling is om nu dat er een renner of 6-7 de aansluiting komen maken. En hopelijk voor Wout rijden die renners volop mee. En dan kunnen ze zo misschien nog de kloof overbruggen. Ja, en Stallaert heeft het toch moeilijk hoor. Blijft in het zadel zitten. Maar het is bijten. Hier ook het peloton. Of wat daar nog van overschiet. In of op die kaaskorf. En de deur staat volledig open achteraan. Ja. Geoffrey Soep van Cofidis die er daar af moet. En ook Schelling die moest er daar net al even af. En is dat Kenneth van Bilze die naar de twee achtervolgers gereden is. Dat ja. Is een mooie inspanning. Ja, ja. Amai. Die weet dat het moet, Kenneth van Bilze. Nu, het valt natuurlijk te bezien. Die heeft Florian Sénéchal vooraan. Die heeft misschien wel de grootste naam vooraan. Ook getekend, die helm. En nu begint er meer en meer reactie te komen. En Tim Erlier, die in dienst van Wout van Aert nu reageert op de aanvallen. Van onder meer Asselman, die jongen van Roompotaar. Hier met z'n drieën nu. Van Aert, Stallaert en Van Bilze. Met z'n drieën op weg naar de koplopers. In hun hoop, in hun dromen, toch op weg naar de koplopers. En hier, je hoort het aan het nerveuze getoeter van de auto's, van de moto's. We zitten hier bij die kopgroep. Pech, de ene na de andere. Hier Evensen die pech heeft. Ja, ik dacht de lek achteraan. En ook een van de twee mannen van Sport Vlaanderen, Balwaze, die pech had. Dus dat betekent dat ze hier nog voorlopig met z'n negenen zitten. Het lijkt mij Allegaert, ja dat wordt hier bevestigd, want hier zien we de klerk zitten. Dus het moet inderdaad Allegaert geweest zijn die pech had in de kopgroep. Hem zagen we daarnet afhaken en op de ploegleidersauto roepen. Want hier zit de Klerk. Ze waren met z'n tweeën, maar nu voorlopig Benjamin de Klerk nog alleen in die kopgroep van 9. Na die twee lekke banden, eentje voor Evensen en eentje voor Allegaert.
onveranderd beeld. Wout van Aert op kop van de achtervolgers. Het enige wat veranderd is, is dat Van Bilzen nu in tweede positie zit en Stallaert in derde. Maar ook hij doet nu teken. Stallaert. Ja. Die staat ook lek. Jammer genoeg, dat is wel jammer. Dat is inderdaad pech hebben. En je hoort de motard en de cameraman. Zij moeten constant beslissen en we gaan door, want zij moeten hier inderdaad bij Van Aert en bij Van Bilzen blijven. Van Bilzen die nu wel overneemt. Seneschal vooraan, maar Van Bilzen wil koersen met Van Aert. Wellicht een mooie voorsprong dat ze hebben. Ja, en hier op een lint, steeds meer uitgedund. Ja, het is vooral jammer voor Kenneth van Bilzen en Wout van Aert dat er geen afscheiding komt in het peloton. Dat is jammer. Want met twee renners die 3 minuten overbruggen, dat lijkt me bijna onmogelijk. Ja, op deze koplopers. Je mag ze dan nog overbruggen, dan heb je een enorme inspanning geleverd. Ik denk dat je dan bijna einde van je Latijn bent en dan moet de wedstrijd of moet de finale nog beginnen. De bond, als die weet dat Van Aert komt, dan kan hij zich best nu een beetje achteraan zetten. Van Aert daar op rechts aan het doorgeven. Terwijl zij daar Aarschot weer binnenrijden. Van Aert en Van Bilzen in de achtervolging op de 9 koplopers. Van Aert die even omkijkt. Zij met z'n tweeën achter die koplopers. En daar zitten uiteraard die twee nog tussen. Die daarnet pech hadden. Allegaard en Evensen met hun lekke band. Misschien dat ze aan Allegaard nog iets kunnen hebben. Hier zitten we opnieuw in het peloton. Met de Noren van Team Koop die nu op kop rijden. Dus voorlopig met z'n tweeën Van Aert en Van Bilzen tussen het peloton en de koplopers. Ideaal moment om er een laatste keer uit te gaan. Maar we zijn zo meteen bij u terug voor de laatste spannende 35 kilometer van dwars door het Hageland. Fotobehang om bij weg te dromen. Wallprints.be. Creëer de juiste sfeer. Beleef de koers als nooit tevoren met de Sniper Business Club op snipercycling.be. Napoleon Games. Play when feeling lucky. Ik schraap de etensresten van de propere borden. Is dat proper? Ja, Vaatwasproblemen? Stap nu over op Dreft Platinum vaatwastabletten. Dreft Platinum, onze nummer 1 tegen hardnekkige etensresten. Met poeder en vloeistof om snel af te rekenen met aangekoekte etensresten. Zelfs beter dan de tabletten van de marktleider. Proper. Dreft, perfect proper. Geen wonder dat Dreft Platinum ons nummer 1 vaatwastablet is in België. Nieuw in Bobbejaanland. Wicked Wheels. Spectaculaire autostuntshow. Koop nu je tickets voor €19,95 op bobbejaanland.be. Show inbegrepen. Oh, Sprite. Pure verfrissing en daarmee basta. Sprite, born to refresh. Iedere druppel Dreft gaat 2 keer zo lang mee als verdunde imitaties. En dat is goed voor de portemonnee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft. Gelukkig is kaas kiezen een stuk makkelijker. Bruggekaas. De juiste kaas is snel gekozen. Ontdek nu ons volledige assortiment in uw verkooppunt of op bruggekaas.be. Sprite, born to refresh. Energieke supporter van de Cycling Cup. Carrefour Market. Schakel een versnelling hoger met Napoleon Games.
Dames en heren, welkom opnieuw bij de zesde manche van de Napoleon Games Cup bij Dwars door het Hageland. We zijn hier bij de koplopers. Ze zijn opnieuw met z'n elven. Dries de Bond, Senechal, Taco van der Hoorn, Piet Allegaert is er opnieuw bij na zijn lekke band. De Klerk ook, Mark McNally, Pardini, Walslebe, Evensen opnieuw na zijn lekke band, Kooistra. En dan nog één naam, de Deen, Michael Reis. Dus opnieuw 11 koplopers met een goede 3 minuten voorsprong nog altijd op het peloton. Daartussen hangen deze twee mannen, dat zijn Wout van Aert en Kenneth van Bilze. En Johnny Meersman, ja, het wordt toch moeilijk hè, met nog een goede 30 kilometer te rijden? Ja, het wordt vooral moeilijker en moeilijker. Ook omdat je ziet, hier enkel twee renners achter de kopgroep aan. Dat is toch enorm moeilijk, denk ik, om met twee renners 3 minuten dicht te rijden. Er gaat toch een versterking moeten komen. Ja, en daarnet, het peloton liet niet echt begaan, maar het probleem is dat daar vooraan van elke ploeg nog wat volk zit. Hier wordt Vlaanderen, Baloise, Boys opnieuw met z'n tweeën daar vooraan. Je zou kunnen denken, de Klerk alleen gaan ze misschien niet durven opspelen, maar als Allegaert daar opnieuw bij zit, Stijn Steels zei het vanmiddag ook voor de start, dat is toch ook een van de jongens waarvan ik verwacht dat hij in de finale er nog gaat bij zijn. Rickaert en Allegaert, en ikzelf dan, zei Steels. Dus ja, daar zouden ze wel eens op durven gokken. En ook de kopgroep, die is nog altijd volledig compleet, nog altijd 11 renners. Dus de samenwerking moet toch enorm goed zijn. En hoe verder ze komen, volgens mij, hoe meer kansen maken. En zeker als ze met 11 kunnen samenblijven, als ze goed kunnen samenwerken, wordt het toch enorm moeilijk om die kloof nog dicht te rijden. Ja, terwijl opnieuw, nu is het Jimmy Janssens van Cibel Cebon. Stallaert die zat daar net bij, maar die reed lek. Dat hebt u nog gezien voor de onderbreking. En nu probeert Jimmy Janssens het om naar Van Aert en naar Van Bilze te rijden in eerste instantie, want zij zitten daar dus nog tussen. De jongens van Beobank Correndon komen ook opgeschoven. Mathieu van der Poel himself. En hier achteraan dat peloton. Volgens mij gaat Mathieu nu proberen om de kloof te dichten naar Kenneth van Bilze en Wout van Aert. Ja. Johnny Meersman, je zou een goede ploegleider zijn, denk ik. Amai. Hopelijk luisteren er enkele managers. 1.33 nu voor Van Aert en Van Bilze ziet u daar. 2.23 voor Van der Poel en consorten. Dus dat betekent dat hij nog een kleine minuut, 50 seconden, moet goedmaken op Van Aert. Maar dat betekent ook dat Van Aert en Van Bilze dicht en dichterbij aan het komen zijn bij die kopgroep. Dit is een ander beeld, nu we nog eens een tijdsaanduiding zien. Dit is een ander beeld dan wat we daarnet hadden. Ja, 1.30, dat is toch al iets realistischer om dicht te rijden dan 3 minuten. En onze analisten Johan van Summeren en Johan Museeuw, wat denken zij ervan bij Tom Konings? Ja, maar eigenlijk ook maar één vraag natuurlijk. Hè. Gaan ze dit volhouden of niet? Gaan ze voorop blijven, ja of nee, Johan? Maar het was dan vrij snel, van 3 minuten plots naar 1,5 minuut. En dan is de kans wel iets groter. Dus ik zag het er net niet zo positief in. Maar heeft blijkbaar Wout van Aert wel een hele grote pedaaltred met zijn grote motor. Dat hij onmiddellijk wel naar 1,5 minuut toe rijdt. Het wordt nog zwaar. Ook alleen daar naartoe rijden. Kenneth van Bilze, de favoriet van hier van Johan. Met twee. Ja, ik geloof er niet echt in dat ze nog de eerste zullen zien. Wat denk jij, Johan? Ik denk wel dat ze nog etelijke renners gaan terugpakken uit de kopgroep, maar het gaat toch iemand, één renner zijn uit de kopgroep die gaat winnen en die ze niet meer gaan zien. Oké, dankjewel. Voilà Marijn, dat is wat Johan Museeuw en Johan van Summeren ervan denken. Ja, terwijl 1.27 staat daar nog, maar volgens de laatste berichten van de koersradio zou dat alweer 1.04 geworden zijn. Terwijl zij hier op de Demerdijk, naast de Demer, hoe zou dat potvol koffie komen, die naam, de Demerdijk. Zij zitten nu hier, Wout van Aert en Kenneth van Bilze. En als die 1.04 van de koersradio klopt, en doorgaans klopt dat uiteraard, ja, dat is niet zo echt verstandig natuurlijk. Terwijl zij daar indraaien, om daar dan nog even over te lopen, maar allemaal zonder erg. Van Aert geen tweede keer de kant in. Maar hij kan hier en hier Van der Poel in de achtervolging op Wout van Aert.
En hij heeft daar de vriend van Wout van Aert meegekregen. Tim Merlier. Inderdaad. Met de fluo zonnebril. En ze zien ze daar rijden. Van Aert en Van Bilzen met daarachter Van der Poel, Merlier. En daar kwam nog wel wat volk af. Maar we hebben koers. Hier op de Demerdijk. Een kilometer 600. Redelijk stevige strook. Niet de zwaarste, wel een van de mooiste vind ik hier langs de Demer. Heel mooi met die weilanden. En je ziet, dit is geen grote groep meer. Die proberen naar Van der Poel en Merlier te rijden. En er blijven wat renners proberen terug te komen. Het is nu helemaal verbrokkeld. Want er wordt doorgereden. En dit is een strook dat begint met die Demerdijk. Maar daar heb je 3, 4, 5 stroken die meteen na elkaar liggen. Je hebt eigenlijk in 9 kilometer meer onverhard en kasseien dan je gewone vlakke weg hebt. Dus dit is een ideaal moment om wat aan die achterstand te doen. En Wout van Aert beseft maar al te goed dat hij geen seconde mag twijfelen. Of hij ziet misschien deze renners of de winnaar toch niet meer terug. Het zou toch mooi zijn moest Mathieu van der Poel ook kunnen aansluiting maken bij de twee achtervolgers. Ja, het zou inderdaad zeker niet slecht zijn. Want Mathieu van der Poel gaat niet rijden voor Philippe Walslebe daar op kop. Met alle respect voor Walslebe. Hij heeft trouwens voor deze kopgroep gezorgd. Maar hij gaat mee koersen met Van Aert dan maar. Het verschil tussen Van Aert en de koplopers wordt kleiner dan het verschil tussen Van Aert en Van der Poel. Ook als Mathieu Tim Merlier kan meebrengen, zal Tim zich volledig leegrijden in dienst van Wout van Aert. Het kan alleen maar in het voordeel zijn van Wout, denk ik. Als ze er al bij komen, natuurlijk. Ja, en de crossers proberen zich opnieuw te laten zien, ook in de ronde van Namen. Laurens Zweek, gisteren gewonnen, vandaag tijdrit gewonnen, tweede in het klassement. En morgen aankomst van de Ronde van Namen op de Citadel. Dat belooft. De crossers zijn meer en meer een heel sterke zomer aan het rijden. Niet alleen maar in de winter elkaar bekampen, maar nu ook nog in de zomer. Ik denk een jaar of 5 geleden was het toch onmogelijk om crossers die mooie wegwedstrijden gingen winnen. Dat was bijna onbestaand. En, vooral met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dat is wel positief, vind ik. Ja, en is benieuwd voor het voorjaar volgend jaar, wanneer Van Aert na het WK veldrijden zich volledig op dat voorjaar gaat focussen. Hoe ver hij daar komt. In koersen met bijna alleen maar World Tour ploegen en heel sterke pro-continentale ploegen. En hier met Van Bilzen onder de minuut nu. Wout van Aert en Kenneth Van Bilzen, 58 seconden. En een minuut achter hen zit onder meer Van der Poel. Maar als dat nog altijd is zoals daarnet, heeft hij een waakhond in zijn wiel, Tim Merlier. Ja, het is toch een hele mooie inspanning van deze twee renners. Ja, en mooi dat Van Bilzen meerijdt ook. Seneschal zit daar wel vooraan, maar... Ja, gewoon maar meespringen met Wout van Aert om daar dan heel de tijd in dat wiel te blijven zitten tot je daar misschien aan die kopgroep raakt. Het is mooi dat er gekoerst wordt. En hier Soep alweer aan de rekker. Dat was daarnet ook al een paar keer zo. Geoffrey Soep, die normaal gezien de laatste man is in de sprinttrein van Nasser Bouhanni. Van Aert even wat uitrusten. In dat wiel van Van Bilzen even wat drinken. Het is
zal toch een spannende finale worden. Ja, want je hebt heel de tijd nu nog deze stroken. Dat houdt niet op. 27 kilometer nog. En hier hebben ze het gezelschap gekregen. De zon schijnt hier even in onze ogen. Maar dat zijn dus inderdaad Merlier en Van der Poel die bij Van Aert en Van Bilze zijn gekomen. En ja, Merlier in het wiel van Van der Poel wellicht naar hier gereden. Maar nu kan hij wel even uitrusten natuurlijk. En dan kan hij aan het werk voor Wout van Aert. Dit is een leuk groepje om naar die kopgroep te rijden. Ik denk vooral na deze strook gaat Tim Merlier voluit de kaart Wout van Aert trekken. Nu nog even recupereren, want het zal toch eventjes aan blok geweest zijn om die kloof te dichten in het wiel van Mathieu van der Poel. Maar straks zal hij voluit op kop rijden. Ja, het zijn hier zo een strook of 4-5 na elkaar. We zitten ongeveer halfweg in die stroken. En dan heb je een kilometer of, ja, laat ons zeggen 4-5, waar er niks onverhard is. Dus dat zijn de stukken. Misschien Merlier, die is ook wel goed gebriefd door Niels Albert. Nog even in het wiel blijven zitten op deze strook. Hier weer even, ja, af en toe wordt het onderbroken door een stukje asfalt. Maar zo meteen weer onverhard. En dan op dat stukje 5 kilometer op het asfalt gewoon doortrekken. Er zijn toch veel renners die deze slag hebben gemist, vind ik persoonlijk. Er moest toch altijd iemand mee geweest zijn van Wanty. Een Pieter van Spijbroek, een Guillaume van Kersbulk. Ja, de Haas ook die goed vooraan zat. Die ook reageerde op Van Aert, maar die dan niet meereed. En dan dit moment inderdaad. Er zijn er nog een paar die geprobeerd hebben om naar Van der Poel en Merlier te rijden. Dat zagen we in dat ene beeld daar op de Demerdijk. En hier komen er toch wel nog een paar aan. Het groepje lijkt wat groter te worden. Die 1 minuut en die 1 minuut 50 die u daar ziet, daar zit dus nog volk tussen. Volk dat veel dichter bij deze vier zit dan die 1 minuut 50 die u daar links onderaan ziet. En van de vier achtervolgers zijn er toch drie veldrijders. Hier komen er nog renners aansluiten. Ja, met onder meer Dimitri Klaes. Interessante naam. Jimmy Janssens die daarnet geprobeerd heeft. Jonas Rikaert is daar ook bij. Frederik Bakkaert, je hoorde daar Bakkie roepen. Dit is toch een mooie groep achtervolgers. Als deze renners maar op 1 minuut hangen van de kopgroep, dan is er nog enorm veel mogelijk. Zeker met de lastige finale. Want die renners vooraan rijden toch ook al de hele dag in het offensief. Ja, en is dat Bakkaert die daar even uit de bocht gaat? Ja. Frederik Bakkaert even uit de bocht. Ja, en nu met de voet uit de klikpedaal. Zo zie je toch dat ze nu voluit aan het rijden zijn. Want hij staat niet lek. Nee, het is gewoon van gas te geven en te achtervolgen. Of te proberen volgen, ik zal het zo zeggen. Ja, als je deze kloof kan dichten, dat is geen mee. Maar anders wordt het toch moeilijk. Ja, want je ziet het. Hè. Je ziet meer en meer verbrokkeling. Bakkaert is zeker niet de enige die eraf is bij dat groepje. Dat zie je hier, dat is Bakkaert. Maar daarvoor ook nog twee renners die een gaatje moesten laten. Dit is Bakkaert. Ja, het is elk voor zich. Ja, en op deze stroken is het heel moeilijk om inderdaad heel hard te profiteren van iemands rug. Want ja, 9 kilometer bijna altijd onverhard. Dan is het gewoon vooral, zoals jij zegt, ieder voor zich. Misschien met de steun van Jonas Rikaert kunnen ze nog dichterbij komen. Of de aansluiting maken met de achtervolgende groep. Ja, ook hij gelost. Hij gaat wellicht niet meewerken in dat groepje, omdat hij hier twee ploegmaats vooraan bij de koplopers heeft zitten. Maar hij moest er zelf ook af. Dus eerst maar eens terugkomen voor je kan beginnen denken of je gaat meewerken of niet. En ook, je ziet deze renners rijden totaal niet voluit. Nee. Enorm verschil met wat we daarnet bij de laatste man van die achtervolgers zagen, bij Bakkaert. Je moet niet vragen hoe het daar op kop gaat, bij Van Aert wellicht en Van der Poel.
Hier rijden ze nog 2-2. In de achtervolgende groep is het allemaal renner achter renner met soms 10 of 20 meter tussen. Hoe dichter ze Sinichel brengen naar de aankomst, hoe gevaarlijker hij gaat worden. Hij heeft buiten die lekke band nog geen trap te veel moeten geven. De eerste achtervolger zit nog altijd op 1 minuut. Ja, en hij kan zich hier inderdaad nog wat laten meedrijven. Het valt vooral te zien wat er gaat gebeuren wanneer deze stroken achter de rug zijn. Want het is ook heel moeilijk om dat tijdsverschil op te meten hier op deze stroken. Dit is weer een wat grotere groep als dit de groep Van Aert Van der Poel is. Twee jongens van Roompot op kop, dus het lijkt er, en jongens van de Noren. Dus dit lijkt erop dat dit het overblijfsel is van het grote peloton. Die groep dus die dus op 1,50 hangt. Want als we de snelheid zagen daarnet bij de groep Van Aert Van der Poel, dan zullen zij wellicht nog wat dichter gekomen zijn dan die ene minuut. Hier zitten we bij de achterblijvers van die groep. Ik denk Pieter van Spijbroek voor Frederik Bakker, maar ik ben niet helemaal zeker. Ja, dat betekent dat de twee wanties die waren meegegaan, die waren teruggekomen, dat die eraf zijn. Dat we nu naar de groep Van Aert Van der Poel rijden. Zo zie je maar, daarnet gingen ze nog op 5 meter, maar 5 meter kan toch enorm lastig zijn om dicht te rijden. En als het wat droger ligt, is het wel een voordeel om een moto te hebben. 6 achtervolgers. Ja, met Jimmy Janssens als laatste man. Twee koppeltjes, Cofidis en Willems. Ja. En dan de eenzaten Janssens en Van der Poel. ...27 seconden wordt daar nu gemeld. Dus die ene minuut inderdaad was moeilijk om te meten. Daar op die onverharde stroken. Je ziet Mathieu Van der Poel daar over zijn stuur gebogen liggen. En daarachter zag je al zowat het achterblijfsel van die kopgroep met de politie daarachter. Dus Van der Poel is er naartoe aan het rijden met in zijn wiel nog 5 man. En de laatste 20 kilometer hebben ze toch meer dan 2 minuten dichtgereden. Dus. En hier zijn ze aan het proberen om nog te reageren. Dat is in dat peloton of wat daar nog van overschiet. Maar dat wordt moeilijk, want deze jongens, zij zullen niet inhouden. Wout van Aert, Tim Merlier, dat is dat koppeltje van Verandas Willems-Krelan. Dimitri Klaes en Kenneth van Bilze, ook een mooi koppeltje van Cofidis. Mathieu van der Poel, een koppeltje op zichzelf van Beobank Corendon. En Jimmy Janssens van Sibel Sebon. Met z'n zessen op weg naar de koplopers, die al zowat de hele dag op kop gereden hebben. Nog even drinken, nog even iets eten, Mathieu van der Poel. Want er komen nog 21 spannende, zware, interessante kilometers aan. En hier een valpartij van een van de Amerikanen van CCB, Velo Tooler. Ja, deze val was volgens mij in het peloton. Ja, want ook die Kasper Kiewicz, die zat erbij van N-Post, die trouwens vandaag bekend geraakt wordt stagiair bij Quickstep Floors. Zijn eerste wedstrijd voor Quickstep Floors wordt de grote prijs de Jef Scherens, de volgende wedstrijd van de Napoleon Games Cup. En hier Jimmy Janssens, even moeite doen om erbij te blijven.
Want het zijn jongens die je niet te ver mag laten rijden. Merlier nu even op kop. Van der Poel moet dat gaatje dichten met Klaes en Van Bilze. En Van Aert en Jimmy Janssens. En daar zien ze ze rijden. Ja, Merlier, dat is volledig in dienst van Wout van Aert. Die gaat niet meer achterop kijken, gewoon voluit. Daar de pa en de schoonpa van Wout van Aert, aandachtig kijkend naar hoe hun zoon en schoonzoon, bijna schoonzoon, want ze gaan ook trouwen, Sarah en Wout. Ze zijn aan het kijken of ze erbij komen en wanneer ze erbij komen. En dat gaat niet te lang meer duren. En volgens mij worden de twee renners van Cofidis niet meer samenwerken omdat ze vooraan Sinichal hebben. Ja, nu je daar met Van Aert en Van der Poel zit en je zit daar met z'n tweeën, kan je dat wel even spelen natuurlijk. Ja, maar Van Aert heeft ook een ploegmaker vooraan en Mathieu van der Poel ook. Dus als ze willen winnen, gaan ze toch een beetje moeten samenwerken. Ja, oké. Dan zou er maar één renner zijn die eigenlijk mag rijden. Dat is de renner. Ja, voilà. Er hangen nog twee renners op 100 meter achter deze achtervolgende groep. En daar Sarah met een ijsje, genieten van een ijsje terwijl ze aan het supporteren is voor Wout van Aert. Maar ik heb de indruk op dit moment vooral aan het genieten van het ijsje. Ik zou op deze moment ook wel een ijsje lusten. Ja, het wordt hier stilaan redelijk warm inderdaad. Achter een glas, zonnetje erop. Heel leuk als je daar buiten staat met een ijsje. Maar ik zei het toch in het begin, een hondenstiel is het. Sportjournalist. Een beetje in de wellness zitten hier deze namiddag. In de sauna. Ja. Ik denk dat we de eerste aanvallen hier toch mogen beginnen verwachten. Ik kan me niet voorstellen dat de renners in de koproep gaan wachten tot de renners zoals Van Aert en Van der Poel komen aansluiten. En hier de jongens van Roompot georganiseerd. Zij weten dat Taco van der Hoorn zo meteen het gezelschap gaat krijgen van een groepje met onder meer Van Aert. En hier komen Bakkaert opnieuw aansluiten. Bakkaert en Ricard komen aansluiten bij dat groepje van Van Aert en Van der Poel. Mooie inspanning om erbij te komen. Nu is het voor hen te hopen dat die jongens van Roompot niet terugkomen, want dan hadden ze even goed kunnen wachten. Maar dat weet je natuurlijk nooit. En dat ze niet meteen aan de volgende strook gaan beginnen, anders gaan ze serieus afzien. Dus hier die groep achtervolgers, Wout van Aert en Tim Merlier, Klaes en Van Bilze, Ricard, een eenzaat die er daarnet terug is bijgekomen, Bakkaert, eenzaat er net terug bijgekomen en Van der Poel en Janssens ook twee eenzaten. Dus een kopgroep van acht in de achtervolging op een kopgroep zeg ik, een achtervolgende groep van acht in de achtervolging op een kopgroep van elf. En daarachter het peloton. Ja, of wat daarvan overschiet. Die jongens van Roompot op kop. Ook niet heel ver. Nee, die renners van Roompot zijn zeker nog niet verloren. Die hangen maar een goede 20 seconden achter deze achtervolgende groep. En je zag daar, ze waren met vier of met vijf renners vol aan het ronddraaien. Ja, en als hier inderdaad de jongens van Cofidis blijven in het wiel zitten, dan betekent dat het van Van der Poel, Van Aert en Merlier moet komen. En hier nog altijd met elf renners voorop. Ja, heel straf toch wel. Heel de dag in de aanval en nog altijd met elf renners op kop. Ja, ik begrijp de afwachtende houding van sommige renners begrijp ik niet goed. Als je weet welke renners er in aantocht zijn, zou ik toch maken dat ik een voorsprong heb. Want ik kan mij moeilijk inbeelden dat deze elf renners allemaal even sterk zijn. En hier op de Wezelbaan, onverharde strook, het was eventjes geleden. U ziet daar 17,6 kilometer. Eigenlijk moet u daar 2 kilometer bijtellen ongeveer. Want
Door het wegvallen van de Molenstraat is er een klein ommetje gemaakt. Dus u moet daar zo'n kilometer of twee bijtellen. Dus nog een kleine 20 kilometer naar de aankomst. Een strook van 1 kilometer 200 hier. Er was daarnet ook een renner van de kopgroep die te maken had met een lekke achterband. Hier worden ook wel wat ijsjes gegeten op dit moment, denk ik, in Averboden. Inderdaad, Gianni. Voor Michael Reis, de Deen. En dat is spijtig, dat betekent dat hij heel hard moet hopen. En hier Mark McNally. Dat zijn er twee die lek van die strook zijn gekomen. Dat betekent dat die moeten hopen dat ze, ja, het gaat te laat zijn wellicht voor het groepje van Van Aert en Van der Poel als die 4 seconden daar kloppen. Dus ze moeten hopen dat ze kunnen aanpikken bij die groep van 47 seconden. Dat betekent de groep met de roompot, jongens. Want de koplopers, die zijn ze kwijt, dat is zeker. En hier gaat het nu gewoon geen lekke band, maar het gaat te snel voor Evensen. De Noor is er heel lang bijgebleven. Sterke wedstrijd van hem. Ook teruggekomen na een lekke band op een gegeven moment. En het gaat hier vooruit nu. Dus hij moet eraf. Zijn ploegmaat moet er ook af. Kooistra nog niet helemaal, maar krijgt het moeilijk. Filip Valsleben zit daarvoor. En hier Merlier even omkijken. Wat gaan we doen? Van Aert op kop. Van der Poel in zijn wiel. Jimmy Janssens. Ja, en van 11 koplopers naar 8. Ja, en het gaat daar. Hij blijft er nog even aanhangen, Kooistra. Maar het gaat daar wel vooruit. Ze weten dat die jongens eraan komen. En daar zitten niet de minste bij. Alleen Seneschal, die zal dat graag zien gebeuren misschien. Dat Klaes en Van Bilzen terugkomen. Alhoewel, dat betekent ook dat Van Aert en Van der Poel terugkomen. Dus het beste voor Seneschal is, hij kijkt nu even om, dat zie je daar links. Waar zitten mijn ploegmaats? En ook Pardini kijkt om. Die kijkt om naar geen enkele ploegmaat, want niemand van Wallonie-Bruxelles mee met die groep achtervolgers. Pardini, jij zal het nog altijd alleen moeten doen. Walsleben, die kijkt om naar Van der Poel uiteraard. Want die heeft Van der Poel daarachter. Dries de Bont, die zit hier ook nog bij. Die kan misschien nog een klein beetje werk opknappen voor Van Aert samen met Merlier. Hij rijdt daar nu op kop, Dries de Bont. Het is niet echt doorrijden uiteraard. Seneschal ook in zijn wiel. Van Aert die nog eens dringt. Die 3 seconden daarnet was een beetje overdreven. Dat zullen die jongens die lek gereden waren zijn geweest. 14 seconden voor deze groep van Van Aert met Van der Poel nog maar eens op kop. En Dimitri Klaes die de ploegleider vraagt. En die, ja, van zijn oren maakt. Hier Roompot op kop met 2 jongens van Sport Vlaanderen Baloise. Ja, 7 renners en 4 renners van de Roompot. Ja, die hebben vooraan Taco van der Hoorn nog zitten, maar Jarl Salomijn en Stijn Steels in de voorlaatste positie. Ja, Steels, hij hoopt toch nog finale te rijden. Het zal moeilijk worden. Hij zal volledig moeten rekenen op de jongens van Roompot om nog finale te kunnen rijden. Maar hier Jimmy Janssens, Van Aert en Merlier, Van der Poel. Het blijft ook voor de jongens van Cofidis attent zijn uiteraard, want je kan wel niet meerijden, maar je moet wel zorgen dat je mee bent. Terwijl ze naar de basiliek rijden. De basiliek van Scherpenheuvel. Een tussensprint daar. 3, 2 en 1 punten te verdienen. Maar niemand erbij eigenlijk uit de top 10 van het klassement. Niemand die daar echt mee gaat bezig zijn. En daar komen ze nu wel heel dicht in de buurt bij de basiliek van Scherpenheuvel. Bij die koplopers. Van der Poel die even omkijkt. Hoe zit het, jongens?
wie gaat er mee rijden? En hier zien we het treintje van Roompot. Het treintje van Roompot, die ook onderweg zijn naar Scherpenheuvel. Die al in Scherpenheuvel zitten, maar op weg naar de Basiliek. Ja, en dat zijn toch ook maar maximum 30 renners. Dus het is toch een enorme lastige wedstrijd. Met Bakkaert hier nu achteraan, die groep achtervolgers. En de groep van Roompot. In het Engels klinkt het nog chiquer eigenlijk. Our Lady Basilica Scherpenheuvel, alsjeblieft. In plaats van de Basiliek van Scherpenheuvel. Niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk, inderdaad. En de achtervolgers even naar beneden. Het zal deugd doen, een klein beetje naar beneden. Maar wel draaien en keren, dus heel veel geniet heb je daar niet van. Ze zien ze daar rijden, nu op de brede baan. Ze zien ze rijden, de koplopers, en hier toch ook weer wat afscheiding. Met de jongens van Willems Verandas. Verandas Willems Krelan, die nu met z'n tweeën weg zijn. Met Van Bilze er ook bij. En hier bij de koplopers. In de Timmermansstraat, 500 meter, twee sterren. Niet overdreven zwaar, maar er komen er nu drie achter elkaar. Allebei zo ongeveer dezelfde lengte. Pardini met Seneschal, die wat even gaat doortrekken. Het is hier dat Wallace vorig jaar wegreed na die val. Ja, nu is het echt de ene strook na de andere. Ja, en het voordeel hier is, je bent meteen uit het zicht ook. En deze renners gaan zeker niet wachten op Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Nee, en je zag Pardini daar net al een paar keer omkijken achteraan dit groepje. Even inschattend, hoe zit het? Verstandiger mee bezig. Maar die man die achter hem zat, Seneschal, het valt te bekijken hoe hij het gaat spelen natuurlijk met hier Klaes en Van Bilze. Ja, die was niet echt happig om over te nemen van Pardini. Ja, de aansluiting is toch bijna een feit. En hier de jongens van Roompot, ook op die strook. Het is overal wedstrijd. Ja, inderdaad. En bij de sprint daarnet in Scherpenheuvel, even meegeven nog, de bond eerst voor Van der Hoorn en Kooistra. De bond vorig jaar zou hij daar heel blij mee geweest zijn met 3 punten. Nu doet hij niet echt mee in het klassement. Maar vorig jaar zou dat enorm handig geweest zijn. Maar dus 3 punten voor Dries de Bond in Scherpenheuvel. En hier Van Aert op kop voor Van Bilze. Het groepje op een lint. Wat wil je op deze stroken? En Van der Poel doet mee met Van Aert. Van der Poel nu weer over zijn stuur gebogen. Valsleben die daar even dringt en lijkt te wachten op Van der Poel. Als hij nog iets in de tank heeft, kan hij misschien nog iets doen, Philip Valsleben. Maar dan gaat hij nu wel moeten beginnen. Want anders walst Van der Poel er los over. Ja, dat is toch slim van Valsleben. Hij voelt zichzelf misschien niet super. En zo kan hij zijn kopman Mathieu van der Poel toch een serieuze dienst verlenen. Ja, op zo'n klein stukje kan dat al een beetje helpen. Valsleben hier met Van der Poel in het wiel, met Van Aert, met Van Bilze, met Klaes, met Bakkaert, met Tim Merlier. En hier de koplopers. De koplopers uitgedund. Steeds minder volk en pech. Weer 2 handjes de lucht in. Vandaag veel handjes de lucht in zien gaan. De laatste 10 kilometer enorm, ja. Nog 5 koplopers nu. Gelukkig staat er daar net iemand. Ja,
maar niet van de eigen ploeg. Ik denk dat hij een wiel kreeg van Wallonie-Bruxelles. En Allegaard en Sénéchal, ze willen de aansluiting niet laten gebeuren. En Van der Poel daar met Valsleben. En Van Aert. Ja, Mathieu, die wacht niet. Die rekent niet op andere renners. Kiest voor de zekerheid en om het zelf dicht te rijden. Ja, want ja, hier valt het ook niet stil. Hè? Taco van der Hoorn nu weer. En Dries de Bont die meeschuift met Sénéchal ook. Met Pardini die nog de aansluiting maakt. Met Allegaard. Dus het valt hiervoor aan niet stil. En dus moet Van der Poel het inderdaad zelf doen. Hier krijgen we nog eens die uitslag. De Bont, Van der Hoorn en Kooistra, waar we het daarnet al over hadden. Geen van de drie speelt mee in het klassement. Taco van der Hoorn is de best geplaatste van die jongens. Maar die staat 42e. Dus die gaat een paar plaatjes winnen. En u ziet het daar, nog 9,7 kilometer. Tel er daar nog een tweetal bij. Dus nog 12 kilometer ongeveer tot de finish. En hier Taco van der Hoorn met Allegaard, met Pardini. Terwijl je daar in de achtergrond ze ziet komen. En we zitten weer op een onverharde strook. En even omkijken nu van der Hoorn. Krijgt niet echt steun. En als het zo stilvalt, dat is een moment waarop het zou kunnen gebeuren. De Maagdentoren daar, die kent u misschien nog van de Witte van Zichem. Ja, op deze manier gaan de achtervolgers toch snelle aansluiting maken met de koplopers. Ja, en het moet wel gebeuren hier ook. Hè. Op die Demerdijk, een kilometer 600, ideaal om het toe te rijden. Want dan is het ja, naar het grasbos. Dan meteen naar die nieuwe strook daar. Die nieuwe onverharde strook. Vanochtend nog overgereden. Heel lastig. Zeker iets voor veldrijders. Want het ligt daar kiezeltjes. Een beetje bergop. Pardini hier die weer wat gaat versnellen bij de koplopers. Pardini die weer wat wegrijdt bij de koplopers. Op het moment dat het verschil weer wat kleiner werd. Ja, Pardini moet zeker niet wachten, want bij de achtervolgers zit er toch geen enkele ploegmaker. Nee, ook zij zich wellicht een beetje laten verrassen. Laurens Naassen bijvoorbeeld, Roy Jans. Je zou toch verwacht hebben dat een van die mannen bijvoorbeeld mee zou zijn. Mooi hier ook weer langs de Demer. Met de jongens van Beobank Corendon. Philippe Valsleben en Mathieu van der Poel. Met daarachter de jongens van Verandas Willems Krelan. We lijken al een maand verder te zitten in het crossseizoen. Zij met z'n vieren. Met dan de jongens van Cofidis, Klaes en Van Bilze. En ze komen nu toch wel heel dichtbij. Pardini daar nog alleen weg. Met dan nog vier man ertussen. Ik denk een valpartij. Ja, inderdaad. Achter Pardini daar bij het uitdraaien. En Pardini hier ook weer nipt langs die. Dat zal Allegaard zijn, want het was bij die eerste groep. Inderdaad. Piet Allegaard gevallen daar bij het uitdraaien van die strook. Dat is spijtig. Zat heel de dag mee in de kopgroep. Dat is balen. Dit is vooral frustratie die je nu ziet. Meer dan pijn. Ja, linkse bocht en halverwege de bocht op de grind. Dit is Pardini en daar zie je het inderdaad in de achtergrond, Allegaard. Als tweede van dat groepje achter Pardini. Pardini die hier nog bijna tegen de motor rijdt. En nu hier de kopgroep Pardini gezelschap gekregen van de Bond en Sénéchal. Een stukje langs het spoor, langs de spoorweg. Een stukje verhard om dan naar het grasbos te rijden. Of de Petit Poggio, zoals ze hem hier noemen. Of zoals de wielertoeristen hem noemen. De Poggio van Dist. De Bond en Sénéchal zijn niet echt happig om de over te nemen van Pardini. Omdat ze weten wat er achterop komt. Ze hebben elke twee ploegmakkers achterop, dus die gaan niet meer meerijden. Mee
En voor we naar het grasbos rijden, nog even naar onze twee analisten, de Johannen bij Tom Konings. Ja, maar een nerveuze finale, Johan. Vooral een mooie finale die niet te voorspellen was en die ook niet echt analyse in uw arm maakt. Alles zal samenkomen en ik denk dat, dat we toch naar ons gaan mogen klaarmaken tussen een duel van der Poel van Aert. Ja, het zou fantastisch zijn, Johan. Ja, ze hebben ervoor gereden. Van der Poel eerste slag gemist toen hij van Aert aanging. En is er dan toch naartoe gereden. Dus zoals het er nu uitziet, vermoed ik wel dat ze voor de overwinning gaan rijden. Oké, Merijn, terug aan jou. Ja, en inderdaad met nog zo'n 9 kilometer te rijden door die weggevallen strook, dus 2 kilometer ernaast. En we rijden naar het grasbos. De jongens van Roompot geven zich ook nog niet gewonnen, zitten op diezelfde strook, maar wordt wel moeilijk natuurlijk. Ze zijn al een hele tijdje met diezelfde mannen aan het rijden in de achtervolging op deze drie, maar vooral op die jongens die daarachter zitten, die je daar ziet komen. Hier draaien ze nu links en dan rijden ze naar het grasbos, naar de Poggio van Diest, waar onder meer bondscoach Kevin de Weert vroeger zijn intervaltraining kwam doen, zijn blokjestraining, 10 keer naar boven. En Ivanov, Sergej Ivanov, weet u nog, die kwam hier ook trainen, kwam hier zelfs wonen, aan de Poggio van Diest. Het grasbos zoals daar staat loopt ook nog een beetje uit op het einde. Hier op het einde ook weer 3 punten, 2 punten en 1 punt te verdienen. Ook deze drie heren zijn daar niet echt mee bezig met dat klassement. Zij zijn bezig met proberen de wedstrijd te winnen. Zoals Florian Sénéchal op dit moment. Ja, die wacht zeker niet op zijn twee ploegmakkers. Hij rijdt ook al de hele dag voorop, dus ik vind wel dat hij gelijk heeft om nu voor zijn eigen kans te rijden. Ja, en bij de bond is het kaarsje uit daar. Pardini die probeert nog, maar de bond die zie je daar redelijk parkeren. En Sénéchal bijschakelen nu. Nu moet je dat doen. Zometeen komt er nog een kleine uitloper. En hier zitten we bij die groep achtervolgers. Bij de groep Van Aert van der Poel zal ik hem noemen. Met Jimmy Janssens daar op kop. En Van der Poel die zich een beetje laat uitzakken achter die jongens van Cofidis. En Sénéchal alleen. Vorig jaar derde hier. Derde ook in Samijn vorig jaar. Dus dit ligt hem wel, dit soort werk. En hij krijgt zo meteen nog een strook. Hier is die uitloper waar ik van sprak. Die uitloper van het grasbos. En dan is het naar beneden. Een stukje wat bredere baan. Om dan naar die laatste onverharde strook te gaan. Die laatste onverharde strook, nieuw dit jaar, die zat er vorig jaar niet in. Ik had het daarnet er al even over. Dat is onverhard. Kiezels lag er vanochtend ook heel slecht bij. Even overgereden met de auto. Glad, modderig, zeker in de bochten. Dus iets voor de veldrijders, zou je dan denken. En het is ook, het eerste stuk gaat bergop en het tweede stuk gaat bergaf. En als je dan met die bochten zit en met die gladde ondergrond, is dat iets dat die mannen wel moet liggen. Ja, zeker. En Sénéchal heeft de Tour de France toch goed verwerkt. Ja. Deze morgen had hij nog vraagtekens, maar daar heeft hij nu wel een antwoord op. Ja, inderdaad. Ja, en Klaes, ook de Ronde van Frankrijk gereden, die zit hier ook bij. Die zit natuurlijk in een zetel. Ja. Samen met Kenneth van Beelzen. Hier de grote baan oversteken. Dan nog 3 vluchtheuvels en dan draaien we naar rechts naar die laatste onverharde strook. Het zijn zo van die vluchtheuvels waar je met je auto dingen kan kapotrijden. Ja, een vluchtheuvel met de auto kan je natuurlijk nooit zo snel nemen als iemand met de fiets. En hier draaien ze naar rechts. De onverharde strook in de Kouberg. Met een W, niet zonder W, zoals daar in de Amstel. U ziet het hier. Kilometer 100, 4 sterren. Eerst door het bos, dan door het veld. En vooral in dat veld ligt het daar. We zullen zien wat het zonnetje heeft gedaan. Het was vanochtend vroeg toen ik er doorreed. Maar we zullen zien wat het zonnetje heeft gedaan. Heeft intussen natuurlijk ook nog wel bijgeregend. En hier de bond moet er ook af bij de achtervolgers. Van der Poel daar op kop bij de achtervolgers.
Jimmy Janssens hier achteraan. Bakkaert, voor wie het nu ook moeilijk wordt. De jongens van Cofidis moeten blijven volgen uiteraard, want deze groep zit achter Seneschal. Pardini bijgehaald door deze groep ook. En het is Klaes die reageert op onder meer Van der Poel. Tim Merlier hier ook eraf. Drie renners nu de aansluiting maken met Seneschal. Wout van Aert, Mathieu van der Poel. En is dat Taco van der Hoorn nog die uit die kopgroep komt? Inderdaad, zij voorbij Seneschal. Dus die tweestrijd waar iedereen op gehoopt had, waar iedereen die iedereen verwacht had, die komt er dus wel degelijk. Want Taco van der Hoorn, dat is wel heel straf na zo'n dag in de aanval. Hij en Seneschal zijn nog jongens uit die vroege vlucht, maar ja, je ziet Van Aert ook mond open nu. Het kost krachten hier. En hier gaat het bergaf. Dat is dat stuk waar ik over sprak. Kiezeltjes. Het is wel opgedroogd, dat is duidelijk. Hier, en het lijkt wel dat we in het crossseizoen zitten. Van der Poel voorbij Van Aert in een bocht. Teken doen naar de Motard, inderdaad, want dit is een strook waar hij wel wat wil proberen. In die bochten, daar komt het er natuurlijk op aan. Je stuurmanskunsten. Hier nog even de uitslag op het grasbos. Seneschal, Pardini, Wout van Aert. Geen van de drie is nu bezig met het klassement. Zij zijn allemaal bezig en zeker Wout van Aert met de koers winnen tegen Mathieu van der Poel. Ik ben toch eens benieuwd hoe lang Taco van der Hoorn nog de aansluiting kan blijven behouden met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ja. Ja, Seneschal krijgt het nu toch wel lastig na zijn solo poging van daarnet. Misschien kan hij nu nog aansluiting maken. Het ziet er naar uit. Ja, het is nu grote baan naar Diest. Dit bedoel ik uiteraard nog niet, maar zo meteen komen ze op de grote baan. Dan naar rechts, naar Diest, door het centrum. En dan de slotklim naar de citadel waar wij hier zitten. Hier gaan ze zo meteen de grote baan oprijden. Maar die twee jongens achteraan, Van der Hoorn en Seneschal, stel dat ze erbij blijven tot op de slotklim op die kasseien. Dan wordt het wel moeilijk natuurlijk om die wedstrijd nog te winnen tegen die twee klasbakken. En dan zullen we eens kijken. Van der Poel en Van Aert op de slotklim naar de citadel. Ik krijg er nu al een beetje kippenvel. Ja, het is enorm spannend. En hij kijkt om. Van der Poel, dat zal niet naar de rest van zijn medevluchters zijn, maar dat zal zijn naar wie daarachter zit. Waar zitten ze? Pardini komt erbij. Terug iemand uit de vroege vlucht. Ja. Van der Poel kijkt om. Wout van Aert, jij moet overpakken. Het is Taco van der Hoorn, Jimmy Janssens die nu nog probeert. Ze zien ze ook rijden. Tim Merlier die zijn drinkbus weggooit. Hij moet, ja, einde verhaal. Taco van der Hoorn zet zich nu op rechts. Seneschal die nu overneemt. Nee, het is niet Seneschal. Seneschal zat daar net in bij de achtervolger, zag ik. Ja, Klaes, inderdaad. Het is Klaes. Groot gelijk. Hier zit de nummer 13. Het is Klaes die daar meegeschoven was. Dimitri Klaes, die zit natuurlijk ook nog fris. Ja, die heeft zich toch een beetje koers kunnen houden met de solo van Florian Seneschal. Dus drie frisse jongens. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Dimitri Klaes. Tegen twee jongens die al de hele dag mee zijn. Taco van der Hoorn en Olivier Pardini. Ja, ik vind het zelfs enorm straf dat Taco nog overneemt. Dat is echt waar. Op dat moment, na hele dag in de aanval, niemand zou het je verwijten, zou het je kwalijk nemen dat je je even in het wiel zet, maar ja. Nee, die jongen hoeft dat uiteraard niet te doen. Er zal ook niemand boos zijn of... Nee, zeker niet. Nu, hij weet misschien van zichzelf, ik doe niet meer mee voor de zegen, maar ik zou hier wel tekenen voor een vijfde plaats. Dus als ik nu dan een beetje de snelheid erin hou, dan ben ik wel zeker van mijn vijfde plaats. Al kan je jezelf op die slotklim nog wel serieus tegenkomen. Dat heeft Jelle Valais vorig jaar ondervonden. En Klaes probeert het voor de slotklim. Dimitri Klaes en Wout van Aert moeten reageren. Wout van Aert reageert met Taco van der Hoorn. Sterk nog altijd. Van der Poel moet knokken naar dat wiel van der Hoorn. Pardini naar het wiel van Mathieu van der Poel. En Van Aert is bij Klaes. Van Aert bij Klaes en het valt stil. En Van der Poel is er ook weer bij. En ze zijn weer met z'n vijven. En hier de achtervolgers. Die strijden niet meer mee voor de overwinning. Nee, dat zal enorm moeilijk worden. En ik vond wel dat Taco nog vrij vlot meeging met Wout van Aert. Ja, nu, het is altijd beter om meteen te reageren dan zoals Mathieu van der Poel. Die moest natuurlijk dat gat toerijden.
Ja, dat klopt. Dan kan je ook niet meer profiteren van de renner die voor u rijdt. En hier naar links. We rijden Diest binnen. Een nieuwe aanval van Dimitri Klaas. Ja, en nu kijkt Van der Poel om. Moet Mathieu Van der Poel. Hij laat het weer aan Wout van Aert. En Wout van Aert, ja, die reageert. Want Wout van Aert weet, Dimitri Klaas mag je niet laten rijden. Dus Wout van Aert reageert, Van der Poel pokert. En Van der Poel, we zullen zo meteen zien of hij goed pokert. Hij heeft in ieder geval weer Van Aert gedwongen om het gat toe te rijden. Ja, Wout van Aert lijkt mij enorm sterk. Die dicht dat gat in 1, 2, 3. En Klaas nu met Van Aert in zijn wiel. Van der Hoorn in dat wiel. En dan Van der Poel en Pardini. Met z'n vijven gaan ze strijden voor de zege in deze dwars door het Hageland. Klaas op kop. En dan Van Aert. Van der Hoorn, welke rol kan hij nog spelen? Want heel de dag in de aanval, maar geeft eigenlijk nog een verrassend goede indruk. En hier de achtervolgers. Zij rijden voor de zesde plaats. Of ze moesten nog een stervende overblijver oprapen. Een Pardini misschien op die slotklim. Maar voor de eerste plaats doen ze zeker niet mee. Klaas door het volk. Hier in het centrum van Diest. Van Aert zet zich in zijn wiel. Van der Poel in vierde positie. Misschien toch een beetje opschuiven, best Mathieu Van der Poel. Pardini die zet zich rechts. En Van Aert nu op kop. Pardini die probeert nog iets. Pardini die probeert op de verrassing. Die hoopt er een beetje vroeger aan te beginnen. Maar hij trekt met Van Aert in zijn wiel naar de slotklim. Op de kasseien met nog twee haakse bochten. En Klaas, ja, die probeert weer. Klaas net voor de citadel. En nu komen we op de kasseien. Een kleine kilometer, 750 meter is dit. En Klaas, dit is alles of niks, maar Van Aert, wow, vlotjes, vlotjes. Hier die eerste haarspeldbocht. En Van Aert ging vlotjes voorbij Klaas. En dit zijn de achtervolgers. Maar hoe zit het vooraan? Ay, Klaas heeft het moeilijk. Van Aert, kleiner verzet. Van Aert, kleiner verzet. Van der Poel erachter. En bij Klaas, dat gaat moeilijk. Die gaat het niet meer halen. Het gaat tussen Van Aert en Van der Poel. Van Aert en Van der Poel. Wie wordt hier de winnaar van dwars door het Hageland? Want nu komen ze hier onder de brug. Nu komen ze aan het citadel op het plein. En dan is de afstand heel kort. Dus wie er hier als eerste draait, het is heel moeilijk om dat nog goed te maken. Van Aert gaat als eerste draaien. Taco van der Hoorn zit daar ook nog. En Mathieu van der Poel in het wiel van Van Aert. Onder de poort. Maar je moet er voorbij. Taco van der Hoorn. Dat is wel heel straf. En het is kort na deze bocht hoor. Heel kort. Taco van der Hoorn op kop. En Van der Poel komt eruit. Maar als je op kop begint, Mathieu van der Poel wint voor een heel sterke Taco van der Hoorn. En Wout van Aert laat zich een beetje verrassen, want eigenlijk moet je daar gewoon op kop die laatste bocht in gaan. Die Taco, van waar kwam die nog? Amai, zo'n wedstrijd. Echt, chapeau. Maar Mathieu van der Poel enorm goed getimed. Wout van Aert moest enorm vroeg aangaan dat Dimitri Klaas hem probeerde te verrassen, net voor de haarspelbocht. Maar ja, het is 7% waarop de kasseien liggen enorm slecht na zo'n zware wedstrijd. En Mathieu van der Poel heeft dat enorm goed getimed. Ja, Mathieu van der Poel zei vanmiddag nog, terwijl we nog eens naar die slotklim gaan kijken, of naar het uitkomen daarvan, hier zie je dat. Dat is gewoon nog dat ene bochtje naar rechts. En Van der Hoorn doet dat eigenlijk perfect. Hij gaat naar de kop, want hij weet het is heel kort. Van der Poel gaat Van Aert voorbij. En dan, ja, heel veel tijd heeft hij niet meer. Maar met die laatste lenderrukken, moet ik zeggen, knalt Van der Poel er nog voorbij. En hier zie je het geluk, het gezicht van een gelukkige winnaar met even een knipoogje. Mathieu van der Poel. En hier Wout van Aert bij Sara. Een kusje voor de derde bij Merlier. Goed gewerkt ook voor Wout van Aert. En hier, ja, Wout van Aert, is het van je laten verrassen? Nee, je ziet aan dat gezicht, het is van niet beter meer kunnen. Het is van kapot zitten. Ik wou het wel eens zien, moest Taco van der Hoorn geen 100 kilometer voorop gereden hebben. Dat ging een mooie strijd geweest zijn samen met Mathieu van der Poel. Maar het was nu al spannend. Ja, inderdaad. Wat een finale. Amai. En hier, ik zei daarnet, de blik van geluk. Dit is de blik van geluk en van diep gegaan te zijn. Zo zie je maar, bij het uitdraaien van de laatste bocht zat hij in het wiel. En hoeveel is het? 80 meter, 100 meter maximum? Komt hij er toch nog mooi over. Dus. Maar ja, Taco, het is wel verstaanbaar dat hij dat die jongen doodop was. Dat al de hele dag voorop gereden. Ja, en de jongens bevestigen wat we alweer het hele zomerseizoen aan het zien zijn. Dat is dat ze op de weg meer dan hun mannetje kunnen staan. Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ze zaten in een
quasi verslagen positie op een gegeven moment. Maar rijden er dan met z'n tweeën eigenlijk, met wat hulp uiteraard, niet onderschatten. Maar doen toch het grote deel van het werk, rijden er naartoe. En dan in de finale, heel mooie strijd ook op de Citadel. Ja, het was toch Wout van Aert die begon met zijn aanval op meer dan 40 kilometer van het einde. Toen zei ik nog waar gaat die naartoe, maar met de aansluiting van Mathieu van der Poel en Tim Merlier hebben ze toch de kloof mooi gedicht. Ja, hij besefte dat het nodig was op dat moment, want het was op dat moment, als je dat niet doet, vergeet het, dan komt het nooit meer in orde. En Mathieu van der Poel, nog vol modder, maar hij is al wel klaar voor Jan Suikens. Mathieu van der Poel nog uithijgend. Wat een ontploffing was dat op het einde. Enorm massie. Ik heb echt afgezien, vooral op het einde toen ze nog demareerden. Dat was het echt heel lastig, maar ik denk dat ik mijn koers win door als enige rustig te blijven bij de haakse bocht terug, waar dat de rest denk ik veel kracht en snelheid verliest. One question in English for our international viewers. Mathieu van der Poel, is it all a question about timing? Yeah, I think it is, but the group that went from the strong riders and I think 50k before the finish line, the race really started for us and was one hell of a chase to come back to the front, and then it was very hard to counter all the attacks. But then at the end I stayed calm and I chose my own line on the cobblestones and I think that was the best option for me. We gaan nog even door in het Nederlands, Mathieu. Die achtervolging, zeg je, heeft die veel krachten gekost en had je er altijd vertrouwen in dat jullie iedereen zouden terugpakken? Oh, eerlijk gezegd niet. Ik dacht eigenlijk dat die 11 voor weggesprongen met nog een paar mannen. Toen ben ik er naartoe gereden met Merlier in het wielen. Dat was al een eerste inspanning die kon tellen voor mij. En dan, toen op het einde hebben we toch vooral Wout en ik, denk ik, samen met Tim Merlier, het gaat gedicht naar de koplopers. En vanaf daar was het een beetje een tactisch spel. Ik wist dat die laatste off-roadstrook naar boven nog heel lastig was. En daar is uiteindelijk de beslissende groep toch nog weggereden. Het was vooraf aangekondigd, een duel tussen jou en Wout, en dat is gekomen. Smakelijk gezicht voor de finish, maar we rijden niet tegen mensen die niet met de fiets kunnen rijden, om het zo te zeggen. Dus het was toch een redelijk harde koers en zoals ik had voorspeld, enorm lastig tot op het einde. Ja, met onze excuses om even voor het wegvallen van de klank, maar het meeste heeft u inderdaad wel gehoord, ook even in het Engels wat hij daar zegt. Ja, dat het toch wel verdorie heel lastig was om die koplopers terug te pakken, want hij zei het waren niet zomaar 11 pannenkoeken die daar reden. We hebben heel hard moeten werken met Tim Merlier daar. Ik op een gegeven moment in mijn wiel. Je zag de beelden daar ook op dat moment over. Tim Merlier in zijn wiel naar Wout van Aert. En dan geknokt om terug te komen tot op die koplopers. En dan die strijd zoals verwacht tussen Van Aert en Van der Poel. Zegt daar ook dat hij door die plaatsing in die haarspelbocht, dat hij daar eigenlijk de wedstrijd wint. En hier gaan we nog eens kijken naar de uitslag. Mathieu van der Poel voor een ongelooflijk sterke Taco van der Hoorn, Wout van Aert, Olivier Pardini, die nog Dimitri Klaes voorblijft, die heeft geprobeerd, maar niet gelukt. Florian Sénéchal, Tim Merlier, Kenneth van Bilze, Benjamin de Klerk, heel sterk, heel knap. En Jimmy Janssens van Cibel Cebon als tiende van vandaag. Ja, een hele mooie top 10 na een enorm mooie wedstrijd, vind ik. Ja, en dat idee om alles naar de finale te verschuiven, naar de laatste 100 kilometer te verschuiven. Het heeft opgeleverd wat de organisatoren, wat Nick Nuyens ervan gehoopt had. Als je ziet nu, de renners komen nog één per één over de aankomst gereden. De laatste 35 kilometer waren een echte achtervolging voor Mathieu van der Poel. Die kreeg natuurlijk ook geen steun van Tim Merlier, want die is een ploegmaat van Wout van Aert. Die heeft dat slim gespeeld. Maar ik denk toch dat de sterkste heeft gewonnen. Krijgen we op dit ogenblik de stap. En zo ging het de hele dag met die eerste ontsnappingspogingen. Maar het was dit dat de beslissende ontsnappingspoging was door Tine. Philip Valsleben die krijgt daar 10 man mee. Met zijn 11 rijden ze weg en zo is het zowat de hele dag. Een ploegmaat van Van der Poel mee, Valsleben. Een ploegmaat van Van Aert mee, Dries de Bond. En Sénéchal zelf als kopman mee. Paar valpartijen ook hier naar het ziekenhuis gebracht, de Deen.
En dit waren de jongens van Verandas Willems die aan het jagen waren achter de groep van Dries de Bont. En achteraf gebleken volledig terecht. Want Wout van Aert die voelde zich goed en die wilde terugkomen. Beland hier in het weiland. En hier Mathieu van der Poel met een eerste prik in de poging om naar die koplopers te rijden. Maar hier, dit was de poging waarmee het echt losgebarsten is. Wout van Aert met Stallaert in zijn wiel, die kreeg dan problemen. Van Bilze kreeg je mee, Wout van Aert. En hier Mathieu van der Poel met Tim Merlier in zijn wiel naar Wout van Aert. En zo kregen we een groepje gaandeweg van jongens die probeerden terug te komen op die koplopers. Een groepje met Van der Poel en Van Aert. Aanvankelijk hier nog met z'n vieren. Merlier en Van der Poel. Merlier en Van Aert uiteraard. Van der Poel en Van Bilze. Maar gaandeweg kwamen er nog wat jongens bij. En dan op het grasbos, in de uitloper ervan, ging Sénéchal. Van der Poel hier in die laatste onverharde strook voorbij Van Aert. Even opgehouden en hier dan is het moment al voorbij dat ze aanvallen, dat ze over Klaes gaan. Maar wel het moment van die laatste bocht waar Van der Poel nog voorbij Taco van der Hoorn in die laatste meters gaat. En Van Aert derde voor Pardini. Maar Van der Poel pakt hier de tweede editie van Dwars door het Hageland. Vorig jaar Nicky Terpstra, zijn landgenoot voor Wout van Aert.